Eus, straks de minister, nu literatuur? Literatuur? Nou, we zagen het Herman Finkers en we hebben nog meer helden in het oosten. Namelijk Willem Wilmink, die jij onze, in de redactie... Onze schutspatroon in dit seizoen. Precies. En toen ik dat zag, moest ik heel snel weer denken aan een moment. Een heel bijzonder moment was dat op de basisschool. Mijn broer kreeg namelijk een onderscheiding voor een gedicht. En hoe heet je broer? Muharrem heet mijn broer. Ja. En dat was in het kader van UNICEF, had een wedstrijd uitgeschreven. En gedichten mochten we allemaal opsturen. En hij was één van de scholieren in heel Nederland die dan ook opgenomen werd in een bundel. Mm-hmm. En dat was niet deze bundel, maar wel... Het gedicht staat ook in deze bundel. En deze bundel is van Willem Wilmink. Ja. Dat is heel bijzonder, want als ik eerlijk ben, kende ik Willem Wilmink toen nog niet. Ik was 7, mijn broer was 12. Maar blijkbaar had Willem Wilmink dat gedicht van mijn broer gelezen. En ook wel behoorlijk gewaardeerd, want het kreeg een speciale plek in een van zijn verzamelde verhalen. Mm-hmm. Met terugwerkende kracht ben ik daar heel trots op. Omdat ik ook zie dat die enorme herwaardering nu weer komt voor Willem Wilmink. Mm-hmm. En toen wisten wij niet wie het was. Maar nu denk ik van, wow, mijn broer had toen al blijkbaar iets... wat werd gesignaleerd door Willem Wilmink en wat zelfs in een boek terechtkwam. Dus achteraf blijk ik niet de enige, of niet de eerste te zijn zelfs... die debuteerde in een... Niet de eerste Akjol. Niet de eerste Akjol. Maar is jouw broer doorgegaan met schrijven? Nee, dat niet, nee. Nee. Hij is meer richting de criminaliteit gegaan. Okay. Maar dat is voor een ander gesprek. Okay. Ja. Zit hij in de gevangenis? Nee. Oh, gelukkig. Dat niet. Nee, nog niet. Maar ik vind het wel mooi hoe die dat. Hoe Willem, ja, dit is gewoon Willem Wilmink. Hè? Dus Willem Wilmink beoordeelt een gedicht van mijn broer. Zo was er geen prijs voor een van de weinige dichters die echt geprobeerd heeft de atmosfeer van een droom op te roepen. En wel Muharrem Akjol uit groep 8, de zesde klas, van een school in Deventer. Die schreef, en nu komt het gedicht: ik loop. Ik loop hard op een weg. Weg is de weg. Ik val in het donker. Ik val in het duister en ik luister. Luister naar de wind, sterke wind. Plots vlieg ik naar boven. Ik loop op de weg. En denk je van, oké, nou goed, die jongen is 12, dat kan natuurlijk beter. Maar er komt ook meteen een recensie van Wilmink. Ja. Die zegt, de plotselinge val, de herhalingen, de verwarring ook in de taal zelf. Weg is de weg. Het is heel authentiek en wel vrij onhandig nog. Maar een droomsfeer goed weergeven, dat kan ook haast geen enkele dichter. Nou, nog één keer zijn naam. Muharrem Akjol. Aan tafel.